Kijk, dat is nog eens luxe vervoer naar het testterrein. Zullen we eens aan de tand gaan voelen. En het leuke is, er is er nog één. Ik wou net zeggen, laat maar eens wel zien. Uh-oh. Ik heb zo'n beetje een achtbaangevoel nou, net voordat hij loskomt, zeg maar. Ik ook net. Gillen! Ah! Nou Thijs, we hebben gezien dat hij kan varen. Laat maar zien dat hij ook kan duiken. We hebben gezien dat hij kan varen. Laat maar zien dat hij kan duiken dan. Staat niet, maar ik rij wel. Rij maar. Hé hey, Thijs, ho! Oh! Als rij, rij even in een gat. Hè? Rij maar, anders. Rij maar gewoon. Ik zit met die stijgen tussen mijn benen onderaan. Nee. Naar beneden en in ieder geval de zwaartekracht mee. Ja. Succes! Sterkte! Hou hem maar goed vast! Oei oei! Hop, nee! Dat die Max het zomaar goed doet met 6 wieltjes. Nou! Oh jee. We gaan onze achterlichtjes. Hij gaat dat er niet echt doen. Jawel. Steekt hem zo voorbij. Niet echt een spannende wedstrijd dit. Kees! Hey, we hadden plotseling een ideetje. Wat? Ik heb namelijk gezien dat allebei die dingen een trekhaak hebben.
Zouden we eens even moeten kijken welke nou echt het sterkste is. Thijs, jij wordt daar verwacht. Want ik heb namelijk net gezien dat allebei die dingen een trekhaken hebben. Dus. Mooi. Daar komt de eerste deelnemer volgens mij. Nou gaat het gebeuren. En daar is de tweede deelnemer. De Buffalo Max. Daar gaan we. We zijn goed aan elkaar gewaagd toch? Ik had eigenlijk wel verwacht dat het echt wel zou schelen op een of andere manier, maar ja, het scheelt niks. Nee, we hebben ongeveer gelijk gewicht denk ik. Dat ja. Is een goed contragewicht achterin. Daar kan het niet aan denken. Maar dat was een onbesliste strijd, hè? Ja, maar de zeswieler die heeft een betere baan hoor, hè? Ja, dat wel, maar die achtwieler reed er meer. Hè? Ja, die heeft wel meer. Die heeft wel meer. En wie had jij van tevoren gedacht dat zou gaan winnen? Ik dacht dat wel. Ja, hè? Ik dacht dat eigenlijk ook. Die heeft wel meer vermogen, maar ja. Hij kan het vermogen gewoon niet kwijt, hè? Ik moet wel. Hij graag in, hè? Ja. Ik denk dat iedereen er wel van genoten heeft zo vandaag. Ja, dat was weer mooi, toch? Ja, dacht ik ook. Zo, dan staat hij weer in de hoek. Kan hij weer een jaar stof vangen? Ja, kunnen we weer een jaar hier laten staan. En zou iemand voor ons kopen natuurlijk. Iemand geïnteresseerd, laat het even weten. Bas, dan stond een bus.